Leuk dat je kijkt weer naar de nieuwe vlog. Hallo. Ik moet naar de winkel, want ik heb helaas geen waspoeder meer om zeep te kopen. Dat is ook gelijk een goed moment om het vuil weg te brengen. Lege flessen, alle flessen weg te brengen. Want we hebben het hier echt achtergelaten alsof het een feest is. Ik heb hier mijn flessen, lege batras. Het wordt opruimen geblazen hier. Want ik ben hals over kop vertrokken richting Jelena Kliniek. En nu pas kom ik thuis en zie ik of de band het is. Ik heb nog een stukje vaat. In de vaat was er dat in de kasten mag. En dan gaan we langzaam maar zeker beetje bij beetje het huis diep cleanen. En een doen van rommel en bepaalde energieën. Dus leuk dat je er bent. Ik ben Finder Creator. Content creator. En ik moet even naar de supermarkt. Goed, dat wordt nog een uitdaging, mensen. Ik moet op zoek naar mijn autosleutels. Die heb ik ergens weggezet. Ik heb geen idee meer waar. Tot zo. Oké. Ik had moeten kijken wat ik nodig heb om te eten. Oké. Mijn klok staat nog aan. Natuurlijk veel gereden wel. De dag voordat ik hem heb neergezet, dus ik verwacht niet dat mijn accu problemen zal geven. In 2 weken is niet lang. Is heel kort. Ik heb nog brandstof, alles. Goed, we gaan even naar de Jumbo. Je kan niet eens keren, mensen komen al naar je toe hier. Oké, de GGD staat hier ook te prikken, zie ik. Anyways, we gaan naar de glasbak als eerste, denk ik. Er is markt. Het is woensdag hier. Ik was even vergeten dat de markt is vandaag. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om de markt te lopen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, maar wel doet het apparaat het dom aan de andere kant toch, voor die flessen. Dus ik moet wel hier naar de Jumbo gaan om hier die flessen in te leveren. Maar ik heb geen zin om naar de markt te gaan. Maar goed, we lopen een half rondje op de markt, oké? Oké, dat is geregeld. Ik heb het mee. Ik vergeet dit altijd in te leveren. Laten we hopen dat ik het vandaag niet vergeet. We gaan op zoek naar waszeep voor wasdotsani. Ja. €1,05. Yes, thank you. Nou, dat is geregeld. Ik heb mijn boodschapjes. Ik heb wel mijn waspoeder nog niet, maar ik ga heel even die extra flesjes die ik nog steeds bij me heb hier, ga ik toch even weggooien weer hier, want die die hebben geen statiegeld. Dan ga ik niet met extra vracht lopen. Zal ik wat spullen dumpen in mijn auto direct? Ik kijk even. Oké, dat is gedaan. Glas weggegooid. Stomme ding nog kapot gegaan. Ook nog een van die flesjes achter mijn auto heb ik eentje laten vallen. Taf! Heineken groen overal. Maar we gaan heel even naar de Zeeman. En even verderop kijken bij de blokkermachine naar wat waspoeder. Ja, dankjewel. Ja, hoor. Het is verschrikkelijk druk hier. Maar de ballonnen hangen uit. Want de Vibra is verhuisd van de overkant. Kennelijk nu aan deze kant van het winkelcentrum. Het is te druk voor mij daar binnen. Dus ik kom op een ander moment terug om te kijken naar het assortiment. De markt staat er goed bij, als ik heel eerlijk ben, vandaag. Zeer goed zelfs. Ik heb trek in patat, dus ik heb aardappels. Alsjeblieft, meneer. Goeiedag. Zo, hij valt bijna uit elkaar. Op mijn kanaal.
Dus als ik iets wil hebben, dan ga ik het gewoon maken hoor. Ik ben het zat om dingetjes te kopen. Ik ben het zat om dingen te kopen. Gewoon maken. Dat is wat we gaan doen. Ik koop niks meer. Jullie gaan me niets meer zien kopen. Dat moet bijstaan hier. Maar je snapt wat ik bedoel. Zelf koken, zelf maken. Ik lust patat hoor. Kan naar de snackbar gaan. Uiteindelijk denk ik dat ik zelf mijn patatjes ga bakken. Dat die toch lekkerder gaan zijn. Het is veel zout. Oké. Okay. Ik heb mijn waszeep binnen. Ik ben benieuwd wat deze van de zeeman doet. Ik koop uitsluitend hele goedkope waszeep. Omdat ik geen dief ben bij mijn eigen portemonnee. En het vervelende is dat al die dure waspoeder. Alles heeft zoveel parfum. Boy. Het is verschrikkelijk om in je bed ligt op je kussen. En je kan geen ademhalen. Dus die goedkopere waspoeders zijn sowieso minder geparfumeerd. Maar sommige zijn heel erg geparfumeerd. In ieder geval, ik heb wat ik moet hebben. We gaan richting huis. In plaats dat je naar achteren gaat. Zo, we zijn lekker binnen. Gaan we boodschapjes lekker uitpakken. Zo. Ik neem jullie wel even mee naar boven. Oh, of ga ik mijn schoenen aanhouden? Mijn slippers aanhouden. Zolderkamer. Welkom. Nou ja, hals over kop ben ik natuurlijk vertrokken. In deze bende. Hoewel, zien dingen op camera's er net eruit. Nou, in werkelijkheid, het is een bende over een lichtstof. Deze bende. Moet opgeruimd worden. Dit wordt mijn slaapkamer. Hierboven. Dus, ja, er staat één ding op. Schoonmaken. Het moet hier schoon worden gemaakt. Alles gaat weg uit de kamer. Alles gaat naar beneden. En we gaan schoonmaken. Schoonmaken en schoonmaken. En het bed opmaken. Want, ja, we gaan hier slapen. Dus, aan de slag. We zijn nog bezig met wegsnijden van die... Dus je moet je voorstellen dat ik een prachtig uitzicht natuurlijk heb op die bomen daar. Maar ja, het moet wel. Het moet wel worden gesnoeid. Klinkt een beetje raar, maar ja, als ze het niet bijhouden, dan gaat het helemaal niet goed. En dan worden die bomen gewoon weggehaald. En dat zou echt wel jammer zijn. Echt verschrikkelijk zelfs. Maar ja, straks in de zomer ziet het er alweer prachtig uit. Maar goed, op dat, ik moet aan de slag. Ik moet lekker aan de slag. Dus we gaan deze lekker hier in de hoek neerzetten.
Ai. Oeh, mensen. Kijk hoe het zweet op mijn voorhoofd hier staat. Maar het is zover. Ik heb elke hoek van deze kamer gestofzogen. Althans, het main gedeelte. Het stuk hier zit vol met spullen. Spullen die gesorteerd moeten gaan worden. Spullen die een nieuwe vaste plek moeten gaan krijgen. Maar daar ga ik vandaag me niet aan wagen. Het kan wel zijn dat ik wat spullen eigenlijk alleen maar naar beneden ga brengen later. In ieder geval, dit stukje is nu stofvrij. En of ik alleen nog met mijn doek hiernaar te gaan poetsen. Het belangrijkste voor nu is eigenlijk alleen dat ik mijn bed heel goed kan opmaken. Ik heb het matras gedraaid. Kan je laten zien wat ik tot nu toe heb. Ik vind het zo leuk hierboven. Het heeft zoveel sfeer. Misschien kan je in de comments achterlaten. Is het een goed plan om... Het moet sowieso geschilderd worden. Dus lieve mensen, dit wordt mijn topproject hoor. Het hele huis wordt aangepakt. 2022 staat in het kader van renovatie. Geld sparen en renoveren wanneer het budget is. Dit is mijn kunstwerk. Dit ga ik inlijsten. Dit is van mijn beste Mattie. Kijk hoe prachtig dit is. Heel bijzonder. Ik ga jullie laten vertellen waarom dit zo bijzonder voor mij is. Ik moet de tafel schoonmaken, die kast op zijn plek. Maar het is mijn mooie bed. Dus dit wordt mijn slaapkamer. Zie die roms die daar liggen. Hier heb ik allemaal opslagspullen. Ik heb bakken met kleding. Nee, kleding niet echt, maar stof, textiel dingetjes. Dit gaat allemaal weg. Ik heb daar extra matrassen. Fouchés. Die gaan ook een plekje krijgen. Of misschien doe ik die zelfs weg. Ik denk dat deze ook weggaan. Die extra matrassen. Ik heb een schattig mijn raampje. Moet een kleine vitrage maken hiervoor. Vroeg of laat, wat ik ga doen is dit helemaal opengooien. Hier zit natuurlijk een afscheiding in. Ik ben eigenlijk een van de weinigen in de straat waarbij de cv-installatie halverwege de kamer is geplaatst. Waarschijnlijk, denk ik, hadden ze deze kamer al gemaakt. De vorige eigenaar, bewoners. En vervolgens is de centrale verwarming geplaatst en hebben ze het maar hier tegenaan gemonteerd. Eigenlijk bij iedereen zit dit hier absoluut niet en zit de centrale verwarming daar tegen de muur. Nou, de centrale verwarming gaat ook daar tegen de muur, maar het kost geld, want ik moet daarvoor iemand inhuren die mijn centrale verwarming professioneel kan verplaatsen. Een gat moet maken daar in mijn dak en vervolgens eigenlijk die hele installatie moet die kant op. Mijn gasleiding komt wel hier naar boven. Pardon? Ja, de gas komt wel hier naar boven. Dan zou die moeten vertakt worden daar naar achter. En hier zou die moeten lopen. Maar dit wil ik dit tussenstuk wil ik eigenlijk er tussenuit hebben. Want dit maakt de ruimte, vind ik, kleiner. Onnodig kleiner. Maar goed. Dit is wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik ben tevreden. Ik ga lekker beneden wat eten maken. Want het vergeet ik dat ik nog moet eten. En dan nog een beetje poetsen. Een klein beetje poetsen. Ik ga mijn bed opmaken. En dan is het eigenlijk alweer een klein beetje oké voor vandaag. Ik hoef niet te hard van stapel te gaan. Ik hoef niet te rennen. Het werk zal sowieso op moeten wachten. Dus al met al. Stap 1 is volbracht. Ga naar beneden, want ik heb verschrikkelijk honger. Leuk dat je kijkt trouwens. Mini-house. Dit moeten we sorteren op vuil en op andere zaken. Dus ik heb aardappel gekocht, toch? Om patat te maken. Dat is niet echt bedoeld voor vandaag. Maar ik moet zo vanavond nog lunchen. Poef! Dus, waarom eigenlijk ook gewoon niet? Ik heb gezegd, ik heb trek in patat.
Daar heb je trek in patat. Ik heb helaas geen... Helaas, wat heb ik niet? Deze hebben we nodig. Deze. Ik ga gewoon even een paar aardappeltjes schillen. Oké, dat is één. We hebben natuurlijk altijd wel de grootste aardappelen eruit. Dat is niet. Waar ben je? De olie staat er op vuur. Je kan het op verschillende manieren snijden, maar... Andy! Wassen. Even afspoelen. Wasbakje leeg. In de lengte. Perfect. De aardappeltjes zijn mooi gesneden. Lekker patatjes gemaakt. Als ik wil kan ik het nog dunner snijden hoor, maar dit vind ik prima. Ja, ik ben zeer ervaren. Ik heb een bakken van friet. Ik wil niet iedereen adviseren dit te doen. Zo op open vuur met een pannetje. En de meeste mensen zijn gewoon te lomp hiervoor. Dus doe dit vooral niet thuis, zoals ik met patat bak. En helemaal niet in een dergelijke kleine pan. Ja? Ik ben gewoon lui om deze te wassen. Maar patatjes. Bakken. Het duurt wel even. Nou, prachtig, mooi, goudbruin. Gebakken. Moet ik heel snel zijn met mijn zout. Want ik zit hier te rommelen met toiletpapier. Het heeft soms wel eens een neiging om te blijven plakken. Je moet me niet vragen of ik met een dergelijke en met mayonaise doe. Ik heb het. En sinds ik het heb, ik heb het gekregen. Maar ik moet het wegbrengen. Naar iemand die het sowieso kan gebruiken. Zijn er mayonaise fans hier? Kijk die klodden mayonaise. Dan heb ik geen ketchup. Dat heb ik dus al opengemaakt. Ik weet oprecht niet wat de bedoeling is. Sorry, maak mij even niet zo goed uit. Ik hoop dat het nog een beetje goed is. Maar goed, dit is natuurlijk een beetje te lang buiten gebleven. Ik koop dit nooit hoor, deze wijkool. Het is toevallig, ik heb twee potjes. Volgens mij was het in een soort van aanbieding. Dat ik
dat ik het heb gepakt. Normaal gesproken koop ik het nooit. Ik koop nooit sardines zelfs. Het was wel grappig om in huis te hebben. Kijk dan. Ik ben super tevreden, joh. Ik heb geen drinken. Hey boy. Oef. Oef. Heerlijk. Kijk, mijn patatjes. Zelf gebakken. Is het afgekoeld. Het is lange tijd. Hoe drie aardappels je zoveel plezier kunnen geven. Drie aardappels. Die satésaus. Smaakt nog goed. We zullen wel zien of het niet goed is of niet. Wat een verwennerij, Farallo. Sorry hoor. Maar twee dagen geleden heeft iemand patat in mijn hoofd gedropt. Drie dagen geleden. En ever since zit ik aan patat na te denken. Ik heb me netjes aan mijn dieet gehouden, hè. Om dit te kunnen doen. Zeer netjes zelfs. Nom. Die satésaus. Laatste. Het is een beetje een lange vlog vandaag, maar niet uit. Heerlijk. Ik ga dit verder afmaken. Patat. Zo. Inmiddels is het al wat later op de dag. Het is 10:00. Ik was de hele dag eigenlijk al hartstikke gesloopt. Maar ik ben niet gaan slapen in de hoop dat ik in slaap val. Het vroeger. Ondertussen kijk ik naar Amalia op tv. Goed. Dankjewel voor het kijken van deze vlog. Find the Creator is thuis hoor. En gaan we naar boven toe. Helemaal niets. Goed. Ik heb geen oplader voor mijn telefoon. Maar mijn telefoon is niet super leeg of zo. Dus op zich moet ik het wel redden zonder. Opgemaakt bedje. Dus. Kijk. Ik heb mijn bed mooi opgemaakt. Niet het beste, maar de tv heb ik er neergezet. Het bureau staat in de hoek. Gaan we dit licht aanmaken, mooi. Ik ga lekker slaapje doen. Ik ga even chillen in mijn bed. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je eigenlijk bij de volgende vlog. Kijk je naar mij via YouTube. Ik ben verschrikkelijk actief ook op Facebook. Dus ik zou je zeker adviseren ook om mijn Facebook in de gaten te houden. Want daar doe ik heel veel live video's. Voor nu in ieder geval. Dankjewel voor het kijken. Morgen... heb ik therapie?
Dan zal ik mij weer begeven richting het zuiden van Amsterdam. En dan gaan we in de therapie. Dus druk bezig. En ik ben een beetje moe. En ik ga een warme kruik vullen nog. En dan ga ik lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. En Fanny Creator, zeg je goedenavond.